Eid al-Fitr officieel op 8 augustus. Bouw van de dijk te Alkmaar vandaag gestart. En 95ste jaardag Mandela wordt morgen groots gevierd in Zuid-Afrika. De exacte datum voor het beëindigen van de vastenmaand Eid al-Fitr is vastgesteld op donderdag 8 augustus 2013. Dit is officieel bekendgemaakt door de minister van Binnenlandse Zaken, Suharto Mustaja. Het exacte begin is afhankelijk van het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan. Eid al-Fitr wordt ook wel Bodo of suikerfeest genoemd. Deze dag is dan ook de gelegenheid om ruzie of conflicten van de afgelopen tijd uit te praten. Op de laatste dag van de vaste maand, Ramadan, gaat vrijwel iedere moslim op de wereld naar een moskee voor het uitspreken van het feestgebed. Er mag weer overdag gegeten worden en dat wordt dan ook overvloedig gedaan. Het lekkerste en zoetste eten wordt op tafel gezet. Eid al-Fitr begint op de dag ervoor bij zonsondergang en is gelijkgesteld aan de zondag. In Alkmaar is vandaag het startsein gegeven voor de bouw van de dijk. Ook met de bouw van woningen voor 6 gezinnen is een begin gemaakt. De grond voor de woningen wordt reeds bouwklaar gemaakt. DC Karta Bink van Kommerwijnen zegt dat ze heel blij is met de vorderingen in het district. We wachten al heel lang op onze dijk en het is nog erbij niet alleen het startsein die gegeven is, ook de garantie dat over 12 maanden wij de dijk zullen hebben. Een dijk dat niet alleen dit gebied zal beschermen, maar ook de achterliggende gebieden tot Tamanrijo. Trotser kan ik niet zijn voor mijn burgers. Er zijn ook 4 andere mensen die een perceel hebben in het gebied waar de dijk gebouwd moet worden. Deze mensen zullen ter compensatie een ander perceel in Montresor krijgen. Voor de kick-off waren de minister van Openbare Werken, Rabin Parmisser, en minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Steven Relieveld, aanwezig. Parmisser ging verder nog voor oriëntatie in het district. Aan de DC is gezegd dat de woningen na ongeveer 3 maanden sleutelklaar zijn. Politieke verantwoordelijken moeten alert en consequent zijn tijdens het voeren van verkiezingscampagnes om geen verwarring binnen de samenleving te brengen. En dit zegt DNA-lid Guno Kastelen naar aanleiding van de uitspraken die zijn collega Ronnie Brunswijk zondag jongstleden heeft gedaan in het district Para. Volgens Kastelen zijn Brunswijk zijn grenzen overschreden. Zou Brunswijk zijn grenzen overschreden hebben door het publiek aan te geven dat de huidige regering door hem en president Desi Bouterse is samengesteld. Tijdens de toespraak van het DNA-lid Brunswijk was de vicepresident Robert Amirali ook aanwezig, waaraan Kastelen zich nogal heeft gestoord. Het is een verkeerd signaal, voorzitter, wanneer aan de samenleving een aanwezigheid van op één na het hoogste gezag van het uitvoerend orgaan. Het is de democratie, voorzitter. Maar ik begrijp niet wat u welke we behandelen. En we behandelen hier het aspect van uw ministers, van het kabinet. En de vicepresident, onze vicepresident van het land zit ergens en wordt door een burger, liefst een parlementariër, liefst een voorzitter van een partij, liefst een coalitiegenoot, gedesavoueerd. Voorzitter. Met Kastelen. Brunswijk ontkende de bewering van Kastelen en benadrukt zijn uitspraken over de samenstelling van de regering Bouterse Amirali. Volgens de accombinatievoorzitter is het zijn goed recht om zijn achterban toe te spreken en duidelijk de samenstelling te onderbouwen, wat volgens hem een eye-opener is voor vele burgers. Mevrouw de voorzitter, terugkomen op wat achterlid Kastelen naar voren heeft gebracht. Mag ik zeggen dat ik ben niet willen ingaan, maar ik moet toch wat zeggen. Dat wanneer er op politieke podia dingen wordt gezegd, dat je moet goed luisteren wat daar gezegd wordt. En niet hier in het parlement komen zeggen. Want ik zeg, op dit moment is niet alle partij die durft om vergadering te beleggen. Dus wanneer er dingen worden gezegd en wanneer die dingen duidelijk gezegd worden, dan moet men die dingen niet verdraaien. Ik heb duidelijk gezegd dat deze regering is gevormd door
Boutersen en Brunswijk. Dat heb ik gezegd. Dus misschien heb je dat niet begrepen, maar dat is daar gezegd. Ja. De VP is daar, lid. Ik zeg, dus die mensen lid moeten ook begrijpen. Wat ik daar heb gezegd, moet men niet proberen terug te draaien. Iedereen weet duidelijk dat deze regering is gevormd door Brunswijk en Boutersen. Ja, dat is het. Ja. En als je het niet goed vindt, nou, dan is het jouw zaak. Maar in ieder geval is het precies zo. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, dank u wel. Naarmate de verkiezingen naderen, zullen dit soort polemieken toenemen. Verschillende parlementariërs spraken gisteren de hoop uit dat de nieuwe minister van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer, Steven Reliefeld, een goede beleidsvoering zal hanteren. Gisteren werd de minister tijdens de eerste openbare vergadering die hij sinds zijn benoeming op 21 juni jongstleden bijwoonde, formeel voorgesteld door vicepresident Robert Amirali. Het lijkt me goed dat wij van deze gelegenheid gebruik maken om de nieuwe minister van Ruimtelijke Ordening en Grondbeheer formeel aan uw college voor te stellen, de heer Steven Reliefeld. Misschien ja. Kunnen we met de gelegenheid stellen om zichzelf voor te stellen aan uw college. De twee andere nieuwe collega's, die zullen wij helaas op een ander moment aan u moeten voorstellen. De vierde minister van ROGB tijdens de regering Boutersen Amirali belooft een efficiënter beleid uit te voeren. Het is inderdaad per 21 juni jongstleden gebeurd dat ik ben aangesteld als minister van ROGB. Vandaag sta ik hier in uw college namens een van de leden van de Raad van Ministers en ik hoop dus vanuit deze plaats ook een vruchtbare bijdrage te kunnen leveren aan het werk van uw parlement. Dank u wel. Verschillende volksvertegenwoordigers legden de nadruk op de verantwoordelijkheid van dit ministerie. De grondenkwestie in Suriname en andere landen in de regio is een van de meest voorkomende aandachtspunten. Voorzitter, ook wij willen minister Reliefeld feliciteren. En het beste hopen, hopen dat u inderdaad zal slagen om het beleid dat het volk wil hebben, dat u dat kunt uitvoeren. De ondersteuning vanuit het parlement, dat zult u zeker ook krijgen. We spreken ook het vertrouwen uit dat de kwesties met betrekking tot grondaanvragen die lang op zich laten wachten, dat u dat binnen mum van tijd de achterstand die is opgebouwd, om welke reden dan ook, zult inhalen binnen de gegeven tijd en de gegeven mogelijkheden. En ik wens hem heel veel succes toe met dat alle zware taak dat hij op zich heeft genomen, want om RGB te draaien is niet makkelijk. Met alle problemen die daar zijn gestapeld. Ik hoop dat met behulp van de Almachtige dat hij het wel kan doen. Het DNA-lid Guno Kastelen maakte zich zorgen om het feit dat de twee nieuwe ministers van Onderwijs en Volksontwikkeling en Openbare Werken niet aanwezig waren tijdens de eerste DNA-openbare vergadering sinds hun aanstelling. Op donderdag 18 juli komt het parlement wederom bijeen en zullen de ministers Rabin Permisser van OW en Ashwin Adin van Minof formeel worden voorgesteld aan de leden van het college. Door de fluctuerende trend van de wereldmarktprijs voor brandstof is het noodzakelijk om nieuwe consumentenprijzen voor dit product vast te stellen. Het ministerie van Handel en Industrie deelt mee dat ingaande 18 juli de prijzen van Sol Suriname als volgt zijn. Loodvrije benzine zonder additieven kost 4 Surinaamse dollars en 90 cent per liter. En voor loodvrije benzine met additieven betaalt de consument 4 Surinaamse dollars en 96 cent per liter. President Desiree Delano Boutersen vindt de kritiek op het sociaal zekerheidsstelsel dat de regering heeft ingevoerd niet altijd even terecht. Een onderdeel van dit stelsel houdt in dat jongeren tussen de 0 en 16 jaar en ouderen vanaf 60 jaar recht hebben op gratis medische zorg. Boutersen zegt dat er vanaf het begin is aangegeven dat het om een pilotproject gaat.
We hebben duidelijk op de Thomas, bij de lounge in de Thomas School gezegd dat het een pilotproject is. En pilotproject houdt in dat er mogelijkerwijs kinderziektes zullen zijn. En die moeten dan worden opgelost. Dus dat hadden we verwacht. En ik denk dat na september, dan moeten we wel een beeld hebben. Omdat eigenlijk de volledige start per 1 januari 2014 zou moeten zijn. De sociale verzekering is deel van het sociaal zekerheidsstelsel dat per 1 januari in werking moet treden. Op de vraag waarom het pilotproject niet gegund is aan het staatsziekenfonds, zegt de president het volgende. Laat me er dit van zeggen. We hebben ons overlegorgaan, het tripartiet overlegorgaan, was er in ruime mate mee eens. Een buitenlandse consultant heeft de zaak voorbereid. Er zijn inschrijvingen gehouden. Maar nogmaals, er valt heel veel voor te zeggen. Dus de koers is hiermee nog niet af. Daarna zou je kunnen zeggen dat natuurlijk self-reliance is 40% van de overheid. Maar het is niet dat ding nog. Laten we naar die pilot kijken wat we kunnen doen. Want ik ben een staatsziekenfondsman, dus ik vind dat het daar zou moeten gaan. Maar dat is zo de president wil. We moeten het samen doen. De president zei verder dat het sociaal programma prioriteit is van de huidige regering. Leerlingen van de zesde klassen van diverse basisscholen zijn vandaag met hoge verwachtingen aan de selectieve toets begonnen. Bijna 11.000 leerlingen over geheel Suriname zijn vandaag in de vakken tekstbegrip, hoofdrekenen en aardrijkskunde getoetst. De eerder gehouden meetmomenten hebben een positieve invloed gehad op de prestaties van de leerlingen. Daarom zien leerkrachten en leerlingen betere resultaten tegemoet. De OS Petunia, de Sint-Josefschool en OS Geiersvlijt 1 en 2 vertoonden vanmorgen voor en tijdens de toets de volgende indrukken. Sommigen hielden zenuwachtig, anderen bang of beide tegelijk. Een uitdaging die leerlingen van de basisschool zeker op hun bord kregen. Hiermee wordt vastgesteld op welke wijze deze leerlingen hun studiecarrière kunnen voortzetten. De voorbereiding is volgens verschillende schoolleiders dit jaar efficiënter geweest, waardoor zij ook betere resultaten verwachten. De kinderen zijn goed voorbereid, de dames ook, hebben wat extra trainingen mogen volgen ten aanzien van nieuwe didactische werkvormen. Dus we hebben alle hoop dat alles heel goed zal gaan. Je naam, kijk naar je nummer. Maar het ligt voor een groter deel bij de deelnemers zelf. De inspanning, het besef van educatie en de prioriteiten die hij of zij stelt om deze schoolperiode succesvol af te ronden. Geen tijd voor de speeltuin, maar extra concentratie voor de opdrachten die volgens de leerkrachten niet onmogelijk zijn om uit te voeren. Ja, hoofdrekenen de eerste dag is te begrijpen. Ze zullen sowieso zeker een beetje zenuwachtig zijn. Wat rekenen betreft hebben de dames trainingen gehad. En ze hebben de nieuwe methodes aangepast. En als we kijken naar de meetmomenten, dan is rekenen bij het tweede meetmoment iets beter gegaan. Dus we denken dat ze dus nu wel sowieso ready zullen zijn en dat hoofdrekenen toch iets beter zal gaan. Zo makkelijk zal het wel niet kunnen, maar je hebt bepaalde mensen waarvan het echt makkelijk gaat, ja. Ja, echt waar. Op de Sint-Josefschool kwamen we behalve de pupillen ook volwassen deelnemers tegen. Evenals alle anderen zaten zij ook in spanning om de beste antwoorden in te vullen. Deze mensen zijn deze school is enkel een middagschool, basismiddagschool voor volwassenen. Ik ben al sinds 1991 bezig met deze mensen om die volwassenen daarmee te helpen om op te graden. Dus vandaar dat zijn ze vandaag ook hier om die toets mee te maken. Koste wat het kost. En ieder moet volgens Forsweek bijdragen om de ontwikkeling van Suriname te helpen bevorderen. De selectieve toets duurt tot en met vrijdag 19 juli en de uitslagen worden in de eerste week van augustus bekendgemaakt. Voor vele schoolleiders blijkt de studiekeus ruimer en duidelijker te zijn met de herstructurering van het onderwijssysteem na de basisschool. Nu zullen de leerlingen een beter beeld krijgen van de mogelijkheden die het Surinaams onderwijs biedt.
Er zijn geen data van het aantal school dropouts of vroege schoolverlaters in Suriname, omdat het moeilijk vast te stellen is. De afdeling onderzoek en planning van het ministerie van Onderwijs, Volksontwikkeling beschikt niet over gegevens van deze groep. Dit omdat het niet altijd bekend is waarmee de leerlingen zich bezighouden nadat ze afgeschreven zijn of zonder opgave van reden de school niet meer bezoeken. Soms volgen ze een ander type onderwijs of gaan ze naar het buitenland, maar dat kan niet gecontroleerd worden. Het systeem waarmee de afdeling nu werkt heeft deze mogelijkheden niet, geeft medewerker Rafi Jagu aan. We hebben een aantal ingeschreven leerlingen. We hebben een aantal leerlingen die op de scholen ingeschreven zijn, landelijk, resort, rayon geweest. En we proberen dan elk jaar ook zo'n leerling bij te houden door de schooladministraties weer te versturen. En als ze terug binnenkomen, dan proberen ze weer te verwerken. En zo publiceren we onze jaarboeken, onze data. Heeft u wel een beeld over het aantal drop-outs of vroege schoolverlaters? Nee, op dit moment zou ik heel voorzichtige uitspraak kunnen doen. Ik zou toch liever tot een later onderzoek willen overgaan, voordat ik daar een antwoord kan geven op deze vraag. Steekproef geweest, zijn er sowieso onderzoek gedaan, maar wat landelijk betreft, dan moet er dan best wel de aanzet gemaakt worden. Juro Dipotaruno, hoofd van de afdeling ontwikkeling, deelt mee dat er van het ministerie nog geen expliciete definitie is van het begrip drop-outs. Dat is ook een van de redenen waarom het managementsysteem geen kwalitatieve cijfers kan aanbieden. Een andere reden is dat er verschillende redenen zijn waarom leerlingen de school vroeg verlaten en deze kunnen niet allemaal geplaatst worden onder de noemer drop-outs. Als ik het zou moeten definiëren, vroegtijdig school verlaten is wanneer een kind door allerlei omstandigheden geregistreerd, waarvan wij dus als ministerie op de hoogte zijn, niet de school heeft kunnen afronden. Toch? Dit niet met een bewijs van een certificaat dat het school heeft kunnen verlaten. Dat is denk ik een van de definities die we aan zouden kunnen geven. Zolang deze cijfers echter nog niet beschikbaar zijn, kan het probleem van drop-outs niet adequaat worden aangepakt. Van oudsher hebben binnen onze politieke partijen vrouwen niet de gelegenheid gehad verkozen te worden in de hoogste machtsposities, getuige het geringe aantal vrouwelijke politieke leiders ooit. Dit zegt het Vrouwenparlement Forum in een persbericht. De traditionele wijze van werken van politieke partijen bleek niet afgestemd op de maatschappelijke participatie voor vrouwen. Ook het feit dat de vrouw aan hogere eisen dan mannelijke collega's moet voldoen, werd steeds bewezen. Het mannelijke geslacht werd dus politiek beter gewaardeerd, met als gevolg een sterke ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. Het wordt pijnlijk duidelijk dat er veel zaken zijn binnen politieke partijen waarover aankomende politica's kunnen struikelen. Zo worden onder andere weinig vrouwen op de kieslijsten geplaatst en wel op niet verkiesbare plaatsen. Ook het subtiele verzet van mannen in de top tegen de insluiting van vrouwen in machtsposities werd aangehaald. Partijpolitieke druk leggen op vrouwen om tegen hun wil te handelen en enkele andere punten werden ook gehekeld in het bericht. Het Vrouwenparlement Forum streeft naar genderevenwicht in politiek leiderschap, omdat daarmee de democratie het beste gediend is. Het democratische gehalte van de samenleving wordt verhoogd bij een goede participatie van vrouwen en mannen in politiek leiderschap. De 42-jarige J. Elisee is vanmorgen in het ziekenhuis overleden nadat hij eerder op de ochtend betrokken raakte bij een aanrijding. Hij reed op zijn bromfiets over de David-Simonstraat toen hij bij een uitwijkmanoeuvre van achter werd aangereden door een auto die dezelfde richting opreed. De autobestuurder was in het bezit van een geldig rijbewijs en niet onder invloed van alcohol. Hiermee is het aantal verkeersdoden naar 31 gebracht en in de categorie bromfietsers is dit de 12e. De politieeenheid Crime Control heeft gisteravond bij een inval in een woning aan de Badmintonstraat de 36-jarige ES aangehouden. De man werd opgespoord in verband met een ander strafbaar feit
en bij zijn aanhouding probeerde hij een vuistvuurwapen onder de auto te verschuilen. Het vuurwapen met 4 scherpe patronen werd in beslag genomen en bij nader onderzoek werd in de auto ook nog 9,2 kilo marihuana en 80 gram cocaïne aangetroffen. Voertuig, verdovende middelen en ES zijn voorlopig uit de roulatie gehaald. Tot zover het binnenlands nieuws. Zometeen het buitenlands nieuws. Ja, en met dit bericht ben ik gekomen aan het eind van mijn bijdrage in het journaal vanavond. Ik wens u veel kijkplezier verder toe. Goedenavond.